Het is opnieuw een heel koude dag vandaag. En zometeen in onze uitzending van biologen naar componisten. Je bent nooit te oud om te leren. Op de 87ste brengt ze de eerste cd uit. Op de 91ste volgens mij de tweede cd. Dus kijk, een strijkkwartet geschreven, de cabaretliedjes geschreven. Ja, dat zometeen. Nu eerst kort nieuws. In Groningen heeft het nieuwe loket voor aardbevingsschade zeker 60 nieuwe meldingen binnengekregen. Behalve deze nieuwe gevallen behandelt het loket ook de duizenden meldingen die al eerder binnenkwamen. Dit nieuwe meldpunt staat voor het eerst helemaal los van de NAM. Wij werden onlangs getipt over de 93-jarige mevrouw Blauw. Na haar pensioen stortte zij zich op de muziek, op het componeren daarvan. En dat ging zo verrassend goed dat ze inmiddels 2 cd's heeft gemaakt. Er is bezoek voor mevrouw Blauw. 3 leden van het bronskwartet komen speciaal voor haar spelen. Een compositie die ze zelf schreef zo'n 6-7 jaar geleden. Nou, ik herkende het aanvankelijk helemaal niet. Ja, later heb je dan, als je het een aantal keren hoort, heb je het gevoel van, ja, het komt me toch wel bekend voor. Mevrouw Blauw was tot haar pensioen plantenfysioloog. Ik heb gewerkt mijn hele leven op de universiteit. En daar heb ik onderzoek gedaan en daar heb ik onderwijs gegeven. Moet dat niet een gies zijn? In maat 39 bij mij? Maat 39. Ja. Ja. Nu heeft ze de afgelopen 20 jaar meer dan 100 composities geschreven. Dus kijk, een strijkkwartet geschreven, de cabaretliedjes geschreven. Van alles. Gewoon wat in me opkwam. Jarenlang kreeg ze les van componist Joost Kleppen. Die was zo onder de indruk dat hij haar overhaalde om de muziek op cd te zetten. Het is geweldig als je echt goede muzici hoort die dat spelen. Dan kun je horen wat het is. Het is ook Joost die mevrouw Blauw getipt heeft bij Omroep Max. Ja, ik dacht iemand die op de 87ste brengt ze de eerste cd uit. Op de 91ste volgens mij de tweede cd. En je kunt er ook aan zien dat iemand eigenlijk 2 of 3 levens heeft. Het is heel sfeervol. Het zit heel intelligent in elkaar. Heel tof. Ja. Ze schrijft hele mooie cabaretteksten. Ik ben je oma niet is echt een geweldige tekst. Mevrouw Blauw vindt alle lof een beetje overdreven. Luistert u graag terug? Mijn eigen muziek? Nee, nooit. Ik heb hiervan het gevoel ook, ik doe het niet zelf. Een wetenschappelijk stuk, een wetenschappelijk onderzoek bedenk je zelf, van stap tot stap. Maar een compositie die komt op de een of andere manier uit de lucht vallen, die bestaat al, die hoef je alleen maar te grijpen. En het grijpen van een compositie, dat is niet zo'n verdienste natuurlijk. Inmiddels schrijft ze niet meer. Haar ogen zijn te slecht, haar handen te stijf. Ik kan het echt niet meer. Ik vind de dingen moeten een eind hebben. Hoe is dat versje ook weer? Ik moet vanavond vroeg naar bed. Ik heb een kopje thee gezet. Ik moet de plant nog water geven. Ik heb een druk en bezig leven. Mooi. Goed, tot zover Hallo Nederland voor vandaag. Heel graag tot morgen. Tot morgen. Dag. Dag.